Nou, mijn motivatie om een eigen gym te beginnen, die heb ik altijd al gehad. Ik ben al jaren bezig in de sport en het was altijd wel een droom geweest om een eigen gym op te zetten. En dan zeker op een tropisch eiland. En nou ja, hier zijn we nu op Bonaire, een tropisch eiland. De pandemie die kwam voor mij eigenlijk ook onverwachts, net zoals bij de rest van de wereld. En voor mij was het gewoon op het juiste moment, op het juiste tijdstip, de juiste mensen ontmoet. En toen kwam deze optie voorbij om mijn eigen gym te beginnen. En ik denk, die gaat zeker niet vaak voorkomen in je leven. Dus die heb ik echt met twee handen aangegrepen. En na 2,5 maand klussen en bouwen staan we hier eigenlijk in mijn gym. Vertel ons meer over jezelf. Wat is jouw achtergrond met sport en wat is jouw motivatie om een soort crossfit hier op Bonaire te doen? Nou, mijn achtergrond met sport is, ik heb 7 jaar bij Defensie gezeten, bij de luchtmobiele brigade. Daar deden we echt superveel aan sport, want we moesten natuurlijk gewoon fit zijn voor de oefeningen en de uitzendingen. Tijdens mijn defensiejaren ben ik ook crossfit tegengekomen op een cursus en daar ben ik eigenlijk gelijk verslaafd aan geraakt, om het zo te zeggen. Ik heb 7 jaar gymnastiek gedaan en heel veel gymnastiek dingen komen terug bij crossfit. Noem het de pull-ups, op je handen lopen, in de ringen zwaaien. Dus dat waren voor mij 2 vingers in mijn neus. En het weightlifting gedeelte, het cardio gedeelte, dat vond ik wel een mooie uitdaging. Omdat ik daar nog niet heel erg in thuis was. Maar daar wilde ik mezelf wel in verder bouwen. En toen ben ik inderdaad een beetje verslaafd geworden aan crossfit. En op een gegeven moment mijn level ingehaald, andere cursussen gedaan, gymnastic course erbij, programming. En nu staan we hier dus als headcoach van CrossFit Palms. Kan je even kort vertellen, wat is het voordeel om CrossFit te doen, vergelijk, laten we zeggen, iemand die gaat gewoon normaal naar de gym? Het voordeel aan CrossFit is, je doet het in een groep. Het is een soort van personal training in een groep. We hebben small group training. En het is gemixt. Het is van alles. Het is cardio, gymnastic, weightlifting. Een stukje nutrition zit er natuurlijk ook bij. En eigenlijk is het ook gewoon één grote lifestyle, om het maar zo te zeggen. Sommige mensen die doen niet alleen aan crossfit als in de sport, maar die leven het ook echt. En het verschil daarmee is, als je nog gewoon naar de gym gaat, dan ben je gewoon een uurtje voor jezelf aan het pompen. Een paar spiergroepen. Of misschien een andere sport, kickboksen of fietsen, noem het maar op. En dit is, hier mixen we eigenlijk alles met elkaar. De ene keer gaan we zwemmen, de andere keer gaan we ook fietsen. En dan zijn we nog aan deadliften ook erbij. Of we zijn pull-ups erbij aan het doen. Dus dat is eigenlijk een beetje het verschil met gewoon naar de gym gaan. En hoe is het reactie met de lokale mensen die naar hier toe komen? Nog klein, maar ik merk wel dat er steeds meer nieuwsgierigheid voor komt. Ik heb best wel veel Nederlanders hier, maar ik krijg toch hier en daar wat aanvragen van de lokale mensen. En die zijn zeker geïnteresseerd. Vinden het misschien nog een beetje eng, want het kan er best ruig uitzien, CrossFit. Maar daarvoor zijn ook de beginnerslessen en een drop-in kan iedereen meedoen. En dan kan ik ze gewoon laten zien dat het eigenlijk niet zo heel eng is. En dat iedereen gewoon alle lessen mee kan doen als het ware.